Oké, we lopen. Zo. Cindy Kastikum, hoofdredacteur van PM en Republic. Ja. Twee tijdschriften die zich op de ambtenarij ook richten. In een breedte volgens mij toch ook. Mijn eerste vraag was eigenlijk, kun je eens over die tijdschriften vertellen? Wat zijn de verschillen en wat doe jij er dan bij? En dat soort dingen. Ja, nou, ik ben hoofdredacteur dus van PM en Republic. Republic is overigens geen tijdschrift meer. We komen nog wel een aantal keren uit in folio, maar we zijn nu met name een online platform. Met name over carrière en arbeidsmarkt. PM daarentegen is nog wel steeds een maandblad. Gericht op de topambtenaar eigenlijk. In het verleden voornamelijk in Den Haag. We waren redelijk Haags gericht. En we zijn ons nu wat meer aan de link aan het leggen tussen Den Haag, het Rijk en de decentrale overheden in de uitvoering. Dus we proberen ook de artikelen die we schrijven toe te spitsen op gemeentesecretarissen, top bij de gemeente, maar ook bij provincies en zeker ook de uitvoering. Ja, dus je komt overal over de vloer. Ja, zeker. Als het ware. Ja, ja ik was laatst nog bij de Belastingdienst hier in Den Haag. Dan maken we dan letterlijk de rubriek over de vloer. In dit geval ging het om de aangifte van de inkomstenbelasting. En dan laten we zien wie de ambtenaren zijn die dat werk doen. Oké. Dus, ambtenaren in beeld. Ja. En je hebt ook een beetje een blik van buiten natuurlijk op, op de ontwikkeling van de overheid. Hè? Daar gaan deze gesprekken over. Dus hoe lang doe je dit al? Hoe lang? Ik ben nu 7 jaar bij PM betrokken. Okay. De laatste 2 jaar als hoofdredacteur. Ja. En Republic sinds afgelopen zomer. Dus precies korter. Ja, maar goed, je kijkt toch al een jaar of 7 van buiten tegen de overheid aan. Wat voor veranderingen zie je erin? In de afgelopen 7 jaar bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. Wat voor veranderingen zie ik daarin? Nou, wat je nu met name begint te merken, is toch wel de grote bezuinigingen die de overheid beginnen te treffen. Een aantal jaren geleden was er volgens mij nog veel meer mogelijk. In die zin dat ambtenaren ook. Je merkt meer onrust, laat ik het zo zeggen. De laatste echt wel 2 jaar al, denk ik. Mensen over hun positie bij departementen, ook wel bij gemeenten en zo. Maar ik heb iets meer zicht op de departementen hier in Den Haag. Die onrust merk je wel. Ja, dat herken ik ook wel. Wat voor effect heeft dat denk je op hoe het dan werkt? Dat is de persoonlijke kant, maar hoe verandert dat de manier van werken van die organisaties? Nou ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat op het moment dat de arbeidsmarkt vastdoorzit, weet je, dat mensen minder makkelijk van baan wisselen, mensen blijven zitten, dat heeft natuurlijk consequenties voor de overheidsorganisatie aan zich. Omdat er niet meer minder mobiliteit is. Terwijl je op zich zou hopen of willen dat mensen bijvoorbeeld vaker van baan wisselen. Of in ieder geval vaker ergens anders kijken. Op die manier. Ja, mobiliteit is natuurlijk ook een beetje het nettere woord van voor al die bezuinigingen en veranderingen. Maar is dat een tegenovergesteld effect eigenlijk, denk je? Hoe bedoel je dat precies? Dat de bezuinigingen uiteindelijk leidt tot minder mobiliteit omdat mensen op een plek zijn. In die zin leiden de bezuinigingen natuurlijk wel tot mobiliteit, dat mensen eruit moeten, maar dat is natuurlijk ongewild. Mm-hmm. En wat je eigenlijk zou willen in een beetje gezonde arbeidsmarkt is dat mensen vrijwillig flexibel zijn. Ik denk dat dat ook een beetje is waar je als overheid, maar überhaupt als organisatie naartoe wil. Ja. Dat mensen gewoon om de zoveel tijd iets anders gaan doen. En dat is echt niet elk jaar, maar gewoon. Het lijkt me gezond en leuk. Het lijkt me ook voor mezelf, zeg maar. Ik heb nu dan de Republic erbij. Dat geeft je weer inspiratie en andere ideeën over hoe je werk doet. En nou goed, dat soort zaken, zeg maar. Want Republic is een andere doelgroep. Ja. Dan heb je ook andere gesprekken mee waarschijnlijk met die mensen. Zeker, ja. De Republic is natuurlijk wat jongere ambtenaar eigenlijk. Ik zei net al dat PM vooral de mensen, meer dan de gearriveerde ambtenaar, meer aan de top. Dat is leuk om te zien. De jongere ambtenaar is toch, hoe kan ik dat zeggen? Is sowieso bijvoorbeeld actiever op internet. Republic is een website, dus daar merken we dat direct.
PM heeft ook een website, is een blad, maar de nadruk ligt toch op het blad, want die topambtenaar wil gewoon een blad lezen. Dat heeft de jonge ambtenaar gewoon iets minder. Dus in die zin heb je al andere contacten, omdat online contacten nou eenmaal makkelijker zijn dan de topambtenaren. Klimmen niet zo snel in de pen om een brief te schrijven, maar we krijgen wel veel reacties op de site van Republic, van lezers die reageren op blogs en op nieuwsberichten en dergelijke. Mm-hmm. Dus en wat leert dat? Ja, dus enerzijds papier versus digitaal, oké, maar nog meer verschillen? Wat leren die reacties? Over die nieuwe generatie ambtenaren? Nou ja, wat ik eigenlijk net al zei, dat ze ook zelf flexibeler zijn, zeg maar. Onze ouders die vonden het heel normaal om 30 jaar lang bij eenzelfde werkgever te werken. Er zijn nu natuurlijk nog steeds wat oudere ambtenaren die al een hele tijd op een plek zitten en dat prima vinden. En daar gewoon blijven werken tot ze gepensioneerd zijn. Op zich prima, maar dat is niet wat de toekomst, zeg maar, hoe het in de toekomst zal gaan, denk ik. Ik denk toch dat die wat meerdere vluchtigere arbeidsrelaties... Dat veel meer plaats zal vinden en dat ook de mensen zoals wij, zeg maar, in onze leeftijd daar veel meer naar op zoek zijn ook. Dat ze gewoon wat vaker op andere plekken willen kijken en daar hun ervaring willen opdoen. Dus niet alleen noodgedwongen omdat er minder vaste contacten zijn, maar dat is ook, sluit ook wel aan bij de trend van wat mensen zelf willen. Ja, dat denk ik, ja. Ja. Wat voor eigenschappen zou je nog meer kunnen toedichten aan die generatie? Aan die wat jongere generatie bedoel je? Ja. Dat ligt een beetje in het verlengde, maar toch minder op zekerheid gericht, denk ik. Uiteraard, ze zijn iets beter. Het is natuurlijk wel veel algemeniseerd, hè, maar... toch handiger met de nieuwe communicatiemiddelen. Voor zover ik weet is bijvoorbeeld Chris Buijing nog de enige SG die twittert. Ik heb een Twitter interview met hem gehouden in oktober. Oh ja. Dat weet je nog wel. Ik weet niet of dat nou precies het goede middel was, maar goed, het was wel aardig om te laten zien dat er zo iemand hoog in de boom, zeg maar, toch dat medium gebruikt. Ja. Hij zei destijds, nou, ik zal Spolsen of mijn collega's in het SG overleggen of ik ze daar zover kan bewegen. Nou, dat is nog niet gebeurd. En ik denk ik toch zat ook dat, wel te denken, maar... Nou ja, goed, ik denk toch dat juist topambtenaren daarin een voorbeeldfunctie zou kunnen vervullen. Dat gebeurt niet, dat doen, maar de jongere generatie, die maakt volop gebruik van die sociale media. Ja, je weet zelf ook wel, dat integreren ze ook in hun werk, ze gebruiken het. En in die zin, daarvoor ook de top kan daar weer van leren. Dus dat wordt dan weer een wisselwerking, denk ik. En het is niet zo dat het alleen maar top-down is van jonge ambtenaren. Die willen per se daarheen en kijken op naar wat daar gebeurt. Maar ik denk dat er ook steeds meer gebruik zal moeten gemaakt worden van die kennis en ervaring van die wat jongere generatie. Ja. Heb je ook het idee dat, want je hebt natuurlijk ook onderzoeken en zo gedaan, dat de jongere generatie ook minder omhoog kijkt via die hiërarchieën, maar juist ook steeds flexibeler, veel meer kijkt van hé, waar is een leuke functie, het gaat maar meer om die inhoud. En ik weet niet of je dat voor bedoelt, maar je hebt bijvoorbeeld de jonge ambtenaar van het jaar. Uh-huh. Christophe van der Maat, die werkt een aantal dagen per week bij de gemeente Dordrecht. En volgens mij is hij 2 dagen, zelfstandig publiek professional. Heeft hij wat lossere arbeidsrelatie dus met Dordrecht. Andere 2 dagen verhuurt hij zichzelf. En zit hij bij andere organisaties, brengt hij ook weer zijn ervaring mee. En op zijn manier... komt hij dus op heel veel plekken en dat hoeft dus niet per se nu al de weg omhoog te zijn. Ik denk dat juist deze generatie liever zoiets heeft van ik doe leuk werk en als ik mijn ei maar kwijt kan en als ik goede ervaring opdoe, dan kom ik er straks vanzelf wel als dat. Maar prima om eerst eens op heel veel plekken te kijken wat er mogelijk is en waar ik mijn ervaring kan inzetten en een meerwaarde kan bieden. Ja. Dus flexibilisering vind je wel een van de belangrijke lijnen. Ja. Dat is natuurlijk ook
door de bezuinigingen, door de discussie de over de rechtspositie, ja. Dat soort dingen. Is dat ook wel een beetje een lijn, maar goed, dat is misschien nog een beetje de negatieve lijn, zou ik zeggen, ja. Dat je dingen weghaalt. Ik denk dat je dat ook misschien als kans moet kunnen gaan zien. Dat het, dus, het is misschien wel ingegeven door die bezuinigingen, tuurlijk. De overheid moet kleiner, maar ik denk dat de overheid ook wel kleiner kan. En zeker als je het op andere manieren gaat organiseren. Bijvoorbeeld met die wat flexibelere contracten of met zo'n ZPP'er, zeg maar, constructie. Wacht hoor, waar wil ik nou naartoe? Als je dat op die manier gaat organiseren. Ja, heel goed, maar dat je dus als kans ziet. Dus dat je de bezuinigingen eigenlijk ook als kans ziet voor een soort van nieuwsoortige arbeidsrelatie, werkrelatie. Mm-hmm. Dus dat je niet alleen maar de negatieve kant ziet van die bezuinigingen, want ja, dat gaande is. Ja. Dus als je die lijn doortrekt naar de overheid van de toekomst, mm-hmm. Dan krijg je dus een veel flexibeler situatie met mensen die makkelijker ook op andere plekken aan het werk gaan. Ja. Nou ja, dat denk ik wel inderdaad. Ik denk overigens niet dat alleen het voorbehoud is op de overheid hoor. Dat heeft met onze generatie aan zich te maken. Dat je dat ook in het bedrijfsleven wel steeds meer zal zien. Daar zie je het misschien nu al iets meer, maar weet ik niet zeker. Maar dat lijkt me wel waar we naartoe gaan. Ja. Want met zo'n ZPP-constructie, dat is in wezen iets wat je van buiten doet. Mm-hmm. Je ziet natuurlijk ook heel veel mensen die van buiten werkzaamheden binnen de overheid doen. Ja. Externe bedoel je, of niet? Externe. Ja. Daarnaast met die discussie over de rechtspositie gelijk trekken, mm-hmm. uiteindelijk. Hey, je komt al redelijk snel natuurlijk op die discussie van wat is nou bijzonder aan het ambtenaar zijn. Is het nou gewoon een baan of niet? Mm-hmm. Ik vraag me altijd af, er zitten ook bepaalde regels aan het ambtenaar zijn. Mm-hmm. Om objectiviteit, integriteit, dat soort dingen. Zijn dat ook thema's die terugkomen zijn die aan verandering onderhevig, denk je? Nou ja, goed, je moet natuurlijk altijd een bepaalde. Natuurlijk is ambtenaar zijn een soort van speciaal beroep. Dat is volgens mij iedereen het wel over eens. Alleen hoe je dat uiteindelijk invult en hoe je daarmee omgaat, ja, volgens mij hoeft het allemaal niet zo heel veel te verschillen als dat in het bedrijfsleven bijvoorbeeld het geval is. We hebben ook laatst met de Republic een onderzoek gedaan. Naar het normaliseren van die rechtspositie. En daar bleek eigenlijk dat de ambtenaren tot 40 in meerderheid zeiden, ach, dat mag best wel gelijk getrokken worden aan elkaar tussen bedrijfsleven en de ambtenarij en de overheid. En terwijl de wat oudere ambtenaren zeiden, 80% meen ik, van nee, wij willen graag die veilige omgeving, die speciale status behouden. Want ja, daar voelen we ons zeker bij en we willen niet ten prooi vallen aan die politieke willekeur. Terwijl jongeren zoiets hebben, nou ja, dat is niet meer van deze tijd en dat gebeurt niet. En we kunnen het wel, het kan ook geregeld worden zonder dat we die speciale status genieten. Dat we toch die bepaalde zekerheden houden, zeg maar. Dus in die zin zie je ook best wel weer een scheiding tussen die generaties eigenlijk. Ja. Maar wat is jouw ervaring ermee? Want dat, je ziet dat natuurlijk ook wel eens gebeuren van hoe de machinaties zijn. Dat daar ambtenaren ook in een positie komen die wat onhandig is. Mm-hmm. Denk je dan niet ook van, ik ben toch blij dat ze me zeggen, die ambtenaar zijn rug recht kan houden nu, want hij heeft die positie. Ik begrijp niet precies wat je bedoelt. Nou ja, dat argument van, ik ben blij dat, van die oude generatie, van, ik ben blij dat die status er is, want dan lig je niet zo makkelijk ten prooi, hoe je dat ook zei. En politieke machinaties. Zie je dat soort voorbeelden wel eens langskomen? Ik hoef verder geen naam te noemen. Maar bedoel, nee, ik zit even te denken. Vind je dat een legitiem argument? Vanuit jouw positie? Van jouw kennis? Even denken hoor. Ik kan even niet zo interesseren een voorbeeld bedenken. Maar goed, het is natuurlijk wel. Het is met name degene zeg maar, die tegenstander van zijn om die ambtenaar die speciale status af te schaffen, die dat aandragen als argument dat het moet blijven bestaan. En ik denk eigenlijk dat er ook wel andere manieren zijn, wat ik zo 1, 2, 3 even geen voorbeeld kan noemen, om dat soort zaken te regelen. Dat je als ambtenaar niet zomaar ontslagen kan worden omdat je het oneens bent met de minister. Weet je, daar zijn wel andere wegen in te vinden, in plaats van dat je dat binnen zo'n status moet regelen. Ja, oké.
Want wat ik me ook wel afvroeg, de afgelopen 7 jaar, dat is mijn theorie, is het natuurlijk ook wel qua transparantie van de overheid wel wat veranderd. Zie je dat ook gebeuren? Is dat, herken je dat? Is het vak ook veranderd? Het vak van de ambtenaar bedoel je? Nee, van de journalist. Dat je makkelijker bij andere mensen insteekt en niet alleen maar bij de communicatieafdeling binnenkomt. Nou, ik denk dat het wat PM betreft daar eigenlijk een slecht voorbeeld is. Want ik heb best wel makkelijk lijntjes nog met ambtenaren direct. Natuurlijk gaan we ook al via de voorlichter. Maar of het nou echt. Ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd, dat het misschien juist steeds lastiger wordt om bij de overheid als journalist binnen te komen. Oké. Okay. Denk ik. En dat heeft niet zozeer met PM te maken, want kijk, wij zijn natuurlijk een blad voor ambtenaren echt. Toch een andere status dan een NRC. Als een NRC aanklopt of Volkskrant, is dat toch altijd wat, ja, weet je, de grote media hangt. Terwijl wij toch echt een vakblad zijn. We schrijven over het vak van de ambtenaar en hoe die daarmee omgaat. Uh-huh. Maar ik zou juist zeggen dat. Ik vraag me af of het transparanter is geworden. Waar merk je dat aan? Ja, waar merk ik dat aan? Waar merk ik dat aan? Dat is misschien gewoon ook een aanname die ik niet helemaal kan staven, maar. Ja, vind ik lastig te beantwoorden. Ja. Misschien kom ik er zo nog op terug. Maar dat is wel het gevoel in ieder geval. Ja, het is het gevoel, ja. Maar ik vind het een beetje. Ik kan er geen. Maar je bent ook op Twitter actief, hè? Dus. Ja. Dus. Nou ja, daar hebben wij ook contacten zonder dat er iemand tussen zit. Zeker. Ja, nee, dat is waar, absoluut. Maar goed, als je dus ziet dat bijvoorbeeld van die top alleen dat er nog maar één SG is die zich daarop begeeft en die anderen dat toch of niet aan beginnen. En dan denk ik, ja, zijn jullie er dan bang voor? Of heb je er gewoon geen zin in en geen tijd voor? Dat kan natuurlijk ook nog een argument zijn. Ja. Terwijl je dus ziet dat de jongere generatie. Ja, zit daar veel meer in begrip. Die gewoon online die discussies meedoen. Ik ben daar ook inderdaad ambtenaren wel. Dat is waar. Alleen goed, weet je, er was laatst ook weer dat er een diplomaat iets gezegd had op Facebook. Wordt er toch meteen weer op zijn vingers getikt. En volgens mij is er bij Buitenlandse Zaken ook een heel gesprek over geweest. Of een debat over gevoerd. Voerden ze wel intern, hè? Ik bedoel, ik had het op zich leuk gevonden. Als ze hadden gezegd, goh, Republic PM, kom bij ons. Luister mee wat hier gezegd wordt, maar er wordt dan achter gesloten deur feitelijk een debat gevoerd over hoe als BZ'er om te gaan met de social media. Dat wordt dus heel angstvallig eigenlijk achter gesloten deur gevoerd, dat debat. Terwijl ik denk, nou ja, als je voor meer transparantie bent en als je wil laten zien, Buitenlandse Zaken is voor mij een heel leuk departement waar allemaal goede mensen werken, dat mag je ook wel laten zien. Mm-hmm. Dus dan hadden we een debat ook wat meer open kunnen voeren, denk ik. In plaats van dat je via hoort dat de SG iets gezegd heeft. En je ziet het ook wel als een rol voor de journalistiek, de tijdschriften. Ja, goed. En sites om daar een platform voor te bieden. Ja, eigenlijk wel. We voeren het gesprek dan bij ons in plaats van achter gesloten deuren op het departement. Ja. Ik denk dat ook het begrip zeg maar, van de mensen buiten. Daardoor zal toenemen voor de ambtenarij en ook zeker voor hoe ze zich bewegen op platforms als Twitter en dergelijke. Oké. Okay. En, want dit sluit ook een beetje aan op imago van ambtenaren natuurlijk. Hè? Je zegt, nou ja, misschien een beter beeld daardoor ontstaat. Zie je daar nog een ontwikkeling in de afgelopen tijd? Even te denken. Ik bedoel, of dat imago beter wordt. Beter of minder goed juist? Of, ja. Ja, dat is ook, toch ook lastig. Ik had gisteren, was ook nog iemand die werkte bij een gemeente en die stelde zichzelf voor als, maar ik zie mezelf niet als ambtenaar of ik voel mezelf geen ambtenaar of zo. Omdat hij zich ervoor schaamde misschien. Ja, dat vroeg me dus af. Ja, nou ja, ik denk dat absoluut onzin is. Je ziet dat er gewoon heel veel bij de overheid heel veel goede mensen werken en goede dingen worden gedaan.
Maar dan de buitenwereld is dat, en dan bedoel, ja, de buitenwereld is dat, dat dringt nog te weinig door naar de buitenwereld, denk ik. En jouw vraag daar straks was, zie je dat er, wat, dat er meer transparant is geworden? En ik denk eerlijk gezegd dat dat, dat daar nog niet echt heel erg sprake van is. Kijk, we hebben met PM hebben de top 100 gedaan voor het afgelopen jaar. Mm-hmm. Er heeft een dame in Leeuwarden, die bij de gemeente Leeuwarden werkt, heeft gewonnen. En zij, maar zij is eigenlijk ZZP'er. Ze is ingehuurd door de gemeente Leeuwarden. Maar daar hebben ze hele goede dingen gedaan. Is door iemand aangedragen om tot beste ambtenaar gekroond te worden. Nou, dat is gebeurd. En ik denk dat het in dit geval, weet je, zij werkt daar binnen de ambtenarij, doet daar hele goede dingen. De ambtenaren zien ook haar en die wisselwerking juist, is, dat werkt ook die begripvorming naar wat gebeurt er nou bij de overheid, wat betekenen ze eigenlijk voor de maatschappij, wat volgens mij veel meer is dan de gewone burger eigenlijk zich realiseert, maar dat je daarmee wel begrip voor elkaar en daar mag denk ik ook de overheid zelf en ambtenaren, bedoel, als iemand zegt tegen jou, ik weet niet of ik mijn ambtenaar wil noemen, dat is eigenlijk een slecht teken. Je zou zeggen dat ze iemand juist trots moet zijn dat die ambtenaar is. En dat die, bedoel, dat zijn juist de mensen die heel, heel idealistisch zijn, die zich inzetten voor de maatschappij. Nou, daar mag je wat mij betreft trots op zijn. In plaats van dat je zegt, nou ja, ik zeg maar niet meer op feestjes dat ik ambtenaar ben, want dan denken mensen, nou wat doe je de hele dag? Nou ja, laat zien wat je doet. Ik bedoel, die transparantie kan volgens mij wel, daar moeten ambtenaren zelf ook aan bijdragen. Dus je oproep is enerzijds die flexibiliteit erin brengen. Ja, want, maar die want, komt ook wel van de mensen zelf, hè, van de nieuwe generatie. Exact. En daarmee krijg je dus ook beter begrip en betere uitwisseling en dat soort dingen. Ja, dat denk ik. En betere inzet van mensen. En ten tweede die transparantie om, ja, laat maar zien wat je doet. Ja, want dat zijn namelijk goede dingen. Wees er ook, heb er ook vertrouwen in. Eigenlijk. Ja, inderdaad. Dat denk ik. Dat wel een goede zaak zou zijn om... gewoon wat meer zelfvertrouwen ook in je kunnen, in je gewoon wat de ambtenaren aan zich, zeg maar, met elkaar teweeg weten te brengen. Juist in deze tijden dat het allemaal maar met minder mensen moet, dat we in een economische recessie zitten. Grijp dat aan als kans om, nou ja, te laten zien dat je met minder middelen wellicht wel de juiste dingen weet te doen en het land verder kan brengen, bij wijze van spreken. Je ziet het maar zo groot. Ja. Ja, ik vind het ook wel een mooie afsluiting eigenlijk. Oh ja? Ja, toch? Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja.